de truc is om te leren ontspannen. Dus als Erik bij een nek heeft, dan wil ik dit gaan doen. Ik wil ontspannen. Want hoe meer ik ontspan, hoe makkelijker ik kan bewegen. En dat is eigenlijk heel simpel. Hoe harder hij gaat trekken, hoe makkelijker het wordt voor mij om hem naar de grond te brengen. Stelt helemaal niks voor. Dus iedere keer als iemand mijn nek zo vast hebt, dan pak ik onder zijn heup. Ik draai een rondje en hij gaat naar de grond. Ik heb maar eens weer van deze. Span hem vast. Dan is mijn rechterhand, die gaat naar zijn heup. Mijn linkerhand die gooi ik naar binnen. Kijk wat er gebeurt. Hier, daar gaat hij al. Dan stap ik met links rond. Ik val op mijn knie. Laat die los, prima. Meestal houden ze de hoofd vast. Linkerhand voor op de grond. De rechterhand komt over het hoofd. En duwen onder de kin. Is iemand heel vervelend, dan pakken we de neus vast. Arm nog wel los. Pak met de pols, met de hand de pols vast. Dan gaat de arm over het hoofd. En ik geef de pols aan deze arm. Dan wil ik een sterk frame bouwen. Dus mijn hand grijpt mijn eigen pols. En nu het moeilijkste. Mijn knie naar zijn hoofd. Mijn elleboog in zijn heup. In mijn heup, sorry. Hier. Ik wil niet hier zitten. Ik wil hier zitten. Dan. Nog één keer de hele situatie van vooraf aan. Ik ben hier. Onder de kin. Pols. 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 Knie naar het hoofd. Elleboog in de heup en leunen en knijpen. De meeste mensen zien dit niet als een geweldsdelict. Dit wel. Dat zien ze wel. Dit niet. Ja, dus het is belangrijk om te weten. Allee, dus we zijn hier aangekomen in deze positie. En nu wordt het heel, heel lastig, jongens. Nou gaan we het over een aantal details hebben die best moeilijk zijn. Mijn knie moet voorbij zijn hoofd. Ja, dus ik schuif mijn been voorbij zijn hoofd, zodat mijn knie bij zijn hoofd is. Mijn onderste, of mijn voet van de knie die bij het hoofd ligt, die moest tegen zijn lichaam aan liggen. Dan gaan we eerst dit doen. Dit been brengen we omhoog. Dan stappen we er overheen. En de manier om er overheen te stappen is niet zo. Lukt niemand. Maakt niet uit hoe lenig je bent. Mijn heup en mijn been zitten in een hoek waardoor ik het been niet kan optillen. Zo wel. Dus ik trek mijn elleboog in mijn heup. Ik ga knijpen op zijn hoofd en ik leun. Hij kan hier totaal niet bewegen. Nou til ik mijn been op. En nou het moeilijkste van alles. Dat zie ik op elk niveau, zie ik dat fout gaan. Mensen doen dit. Het enige wat Erik hoeft te doen, is daarin te kijken op zijn voeten. Kijk bij mij vandaan. Ik heb namelijk geen controle over zijn hoofd. Dus ik wil controle over zijn hoofd hebben. Hoe doe ik dat? Ik lig hier. We gaan eerst samen rechtop zitten. Net zoals in de klas vroeger. We gaan rechtop zitten. Nou kan ik net toe gaan. Ga nou eens weg, Erik. Dan controleer ik zijn hoofd met mijn handen, mijn armen en mijn hoofd. De enige manier waarop Erik weg kan, is met zijn hoofd weg te gaan. Hij moet ruimte creëren. Hoe dan ook. Hoe dan ook. Dus als ik zijn hoofd kan controleren, de arm komt er overheen of hij zwemt in om hier te zijn. Dan kom ik met ellebogen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hetzelfde principe. En hier is eigenlijk erger. Want als ik hier ben, heb ik controle over zijn hoofd. Ga ik naar mijn rug toe. Totaal geen controle. En ook geen ruimte meer om aan te vallen. Dus als ik hier ben en ik val naar de zijkant, eigenlijk op de zijkant. Hier. Ik wil mijn hoofd onder zijn hoofd houden. Ja, hij gaat nergens heen. Weet je linkerarm is? Hij gaat nergens heen. Die haak die is vele malen sterker dan zijn strekbeweging. Dus onder mijn pols pak de vingers vast. Dan kan ik met deze gaan doen wat ik wil. Heel lief zijn nou jongens, voor elkaar. Op je gemakje als een mes onder de kin doorsnijden. Net zo lang tot je je eigen schouder kan vastpakken. Dus niet met een vuist in het gezicht of die ogen eruit krabben of die neus of aan die baard trekken of weet ik veel wat. Als een mes dat door een heel zacht broodje snijdt, langzaam onder je kin. Net zo lang totdat je je eigen schouder kan vastpakken. Meer heb je niet nodig. En vanaf hier, het enige wat je doet, is je brengt je hoofd naar voren en je billen naar achteren.